bezuinigen. Toch met allerlei ingrepen, sommige ook incidenteel en financieel technisch van aard, met sluitende begrotingen en sluitende meerjarenramingen te komen. Nou, dat het college inderdaad vandaag de begroting heeft vastgesteld en ingezonden naar de gemeenteraad. En in algemene zin zijn we erg positief over de begroting. We zijn blij dat we voor 2020, maar ook de daaropvolgende jaren, met sluitende begrotingen kunnen werken. En, niet onbelangrijk, dat we ook op een aantal terreinen, ten behoeve van de inwoners van deze stad, ook wat middelen beschikbaar hebben kunnen krijgen om te intensiveren. Bijvoorbeeld ten behoeve van de binnenstad, economie en het wijkgerichte werken. We hebben een begroting kunnen samenstellen waarin de lasten voor de burger heel beperkt stijgen. Ongeveer een 3%, 3,5%. Wat voor een gemiddeld gezin neerkomt op 28 euro per jaar. Gemiddeld zeg ik. En niet onbelangrijk daarin is dat wij gezorgd hebben dat we geen extra lastenverhogingen hoefden door te voeren. Bijvoorbeeld wat je in omliggende gemeenten veel hoort, een extra verhoging van de OZB. Onze doorbraakmethode natuurlijk. De wethouder Maathuis die zei al, 2020 is het jaar van de uitvoering. Nou, dat geldt ook op het thema zorg en onder andere die doorbraakmethode. Want daar verwachten we echt dat wij onze inwoners, waarbij er toch sprake is van wat complexere, meervoudige problematiek, dat we op die manier echt ook doorbraken kunnen genereren bij deze mensen. Onze zijn vastgelegd in de programma's. Die ook de verschillende programma's die we ook gezamenlijk met de gemeenteraad in het voorjaar hebben vastgesteld. En daar... Ik verwacht in algemene zin, gelet op het feit dat we een heel stabiel begrotingsbeeld laten zien met positieve impulsen, dat raadsbreed mensen tevreden zullen zijn. We hoeven niet heel erg zwaar tekorten op extra taakstellingen op te leggen, kortingen op te leggen. Ik denk waar de discussie nog over zal gaan, is bij een deel van de raad althans over de subsidies, waarvan we hebben gezegd in 2020 wilden we daar 500.000 euro minder aan uitgeven, oplopend naar 2023 2 miljoen euro. Ik verwacht, als het ergens over zou kunnen gaan, dat daar nog de discussie over is. Een deel van de raad heeft al uitgesproken graag dat wij heel kritisch zijn, kijken naar die subsidies en welke maatschappelijke vraag daarmee wordt ingevuld. Maar goed, ik verwacht dat daar onder andere een discussie over zal zijn. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan.